Co-housing is absoluut geloven in anders wonen, anders leven. Je hebt het publiek, privaat en nu het collectieve erbij. Alles start met een andere invulling ten opzichte van de traditionele ruimtelijke invullingen. Compacter bouwen, denser bouwen, geschakeld bouwen op een energetisch, bio-ecologisch performante manier. Er reiken zijn nieuwe uitdagingen aan als we denken aan ons Vlaamse landschap. We zijn de open ruimte vrijwaren, groen vrijwaren. Dus hier hebben we kansen gekregen om meer in de hoogte te bouwen, de footprint te beperken, compacter te bouwen. En in dat opzicht anders dan de eerste trajecten in België gereden. We hebben ervoor gekozen voor een bouwsysteem met grote overspanningen, rijkelijke vrije ruimtes, vrije hoogtes, om eigenlijk de mensen toe te laten intern een vrije indeling te verkiezen en dat in een samenwerkingstraject met de architect. Waasland was van vrij in het begin een heel zelfstandige, geëngageerde groep die ook het geluk had dat er zeer veel verschillende talenten in de groep zelf aanwezig waren. Waardoor ze eigenlijk enorm veel zelf hebben kunnen doen. Wij leven hier eigenlijk zoals in eender welke andere buurt, maar dan wel een waar we elkaar heel goed kennen en waar we op elkaar kunnen rekenen. En verder zien wij elkaar regelmatig in ons paviljoen, komen we regelmatig samen om gezellig bijeen te zitten, iets te drinken, iets te eten. Het gemeenschappelijke zien we als een meerwaarde, er is niks een verplichting. De mensen stappen in om samen een traject te rijden, een sociaal traject te rijden, om kansen te creëren voor meer open ruimte, kansen voor betaalbaarheid. En in dat opzicht moet de architect ook een open perspectief hanteren. Voor mij is co-housing zeker een zorgproject van de toekomst.